Minister Bronto Somohardjo van Binnenlandse Zaken, die is er vandaag voor aanvang van de Raad van Ministers vergadering ingegaan op vragen van journalisten. Zo is onder andere aan de minister gevraagd hoe het zit met de voorbereidingen na de verkiezingen van mei 2025. Verder is er aan minister Somohardjo gevraagd hoe het zit met het relatiesysteem van ambtenaren, dat zij vanuit thuis, vanuit huis zouden kunnen werken. En ook is er aan de minister gevraagd hoe er verder invulling gegeven zal worden aan wat het IMF vraagt van zij die niet presteren, dat zij onherroepelijk ontslagen moeten worden. U hoort minister Bronto Somohardjo. Wanneer het gaat om de voorbereidingen naar de verkiezingen toe, valt dat aan het directoraat Binnenlandse Zaken. Ministerie Binnenlandse Zaken. Ministerie Binnenlandse Zaken. Hoe ligt het tot nu toe met de voorbereidingen naar het jaar 2025? We zijn op schema. Deze week gaan we als regering een belangrijk besluit nemen. En dat is hoe de stembiljet eruit gaat zien. Er zijn een aantal opties op tafel gelegd. En morgen, of later, bij de regeringsraad gaat er een besluit over worden genomen. Dus dat is het belangrijkste. En wanneer we het kiesbesluit hebben, kunnen we verder. Want er moeten nog een paar kleine dingen in de kieswet worden veranderd. En dat gaan we ook heel gauw doen. Voorstel gedaan dat ambtenaren vanwege de hoge kosten van hun onderhoud in het relatiesysteem van huis uit zouden werken. Hoe loopt het daar? Ja, die resolutie is in november verlopen. Ondertussen hebben de ambtenaren een kleine verhoging gehad. De bonus van 4200 gulden in de maand december en nu tot en met juni 3500 SAD. Dus nu kunnen de ambtenaren weer langzaam aan het werk gaan en kijken wanneer het nodig is of wij weer zo'n maatregel zullen treffen. Ja. Ja, en ten aanzien van voorstel of advies welke IMF geeft aan de regering, ten aanzien van zij die niet presteren, onherroepelijk ontslaan. U bent de administratieve ministerie, maar het ambtenaren. Ja, wij zijn niet alleen het administratieve ministerie, maar ook het ministerie die het beleid bepaalt over, voor het overheidspersoneel. De suggestie van IMF is mooi. Wij nemen alle goede suggesties over, maar zonder dat van IMF waren wij daar al mee bezig. Wij hebben al lonen stopgezet van ambtenaren die niet aankomen, maar van ambtenaren die niet werken. Maar ik wil benadrukken, dat doen we niet met een feestmuts op onze hoofd of met een toeter in onze mond en we gaan afdeling af en tuteren. Hoi hoi, we hebben weer lonen stopgezet. Wij doen dat omdat dat noodzakelijk is. Wij doen dat omdat het niet rechtvaardig is voor de ambtenaren, die 90% ambtenaren die wel trouw gaan naar het werk. En dan heb je een buurvrouw of een buurman terwijl je opstaat 4:30 om te koken voor je kinderen, dan loopt je buurman nog te snurken terwijl ze hetzelfde werk hebben. Het gaat meer om die rechtvaardigheid dan om wat anders. Ja, kunt u wat cijfers aangeven? Nou, we hebben afgelopen maand al honderden stopgezet en niet alleen stopgezet, we gaan ook dat geld terugvorderen van de mensen die een dubbel salaris ontvangen hebben. Dus wij zijn daadwerkelijk bezig met public sector reform. En public sector reform houdt eenmaal in dat je soms harde, maar moeilijke beslissingen moet nemen en dat doen wij.